2022 wordt het jaar van virtueel vergaderen en van virtual reality. Maar heel veel mensen weten wel wat virtual reality ongeveer is, maar ze weten niet wat de metaverse precies inhoudt. Weet je niet wat de metaverse is? Dat is prima. Meta, voorheen Facebook, Microsoft en meer, definiëren de metaverse als de nieuwe virtuele wereld die de volgende fase van het internet zal inluiden. In deze wereld hebben we digitale versies van onszelf genaamd avatars. Dit is in het kort wat de metaverse inhoudt. Maaike Ruysendaal, Mark van Kalsbeek en Joost Raamakers zullen virtueel bij ons aanschuiven voor hun eerste VR-vergaderexperience. Maar met de Quest 2 kun je ook andere leuke dingen doen, zoals terechtkomen in Star Wars. Geef als stand-up comedian een live performance aan echt VR-publiek. I don't know why that's the only way I can measure time. Time for me was before the Challenger and after the Challenger. This is the life. Ontspan en vang een vis. Of beklim een wolkenkrabber. Oké, het virtueel vergaderen. Laten we daarvoor overschakelen naar onze VR-studio in Facebook Horizon. Mijn naam is Bruce. Hi, mijn naam is Megan. Welkom in onze virtuele vergaderruimte in Facebook Horizon Workrooms, zoals je op de achtergrond kan zien. En ik en Bruce gaan hier vandaag meer over vertellen en een aantal andere collega's gaan aansluiten bij deze sessie. Megan, zullen we Maaike Ruysendaal erbij halen? Ja, dat is goed. Maaike Ruysendaal is de manager van Society Labs. En zij zal virtueel bij ons aanschuiven. Ik zal wat plaats maken voor Maaike. Door naar de andere kant van de tafel te verhuizen. Hallo. Hi, Maaike. Hoi, Maaike. Hi. Welkom in onze virtuele vergaderruimte. Ja, dankjewel. En wat vind je ervan? Ja, het is behoorlijk echt. Ik zat net al even te kijken, maar als ik vind dat het te lang duurt, dan gaat zelfs dit soort handelingen met mijn handen, wordt gewoon met jullie gedeeld. Nou, om hier aan mee te doen, aan deze virtuele vergadering in deze ruimte, moet je van tevoren ook je bureau namaken en een omtrek aangeven met de controller, hoe hoog je bureau is en hoe breed. En dat betekent dus dat als ik mijn handen neerzet, ik ook mijn handen echt op een bureau neerzet. Waardoor je dus ook echt, als je op het bureau zou slaan, ook het geluid hoort van een bureau. Misschien zou je dat kunnen demonstreren, Maaike. Dus als ik tijdens een meeting graag mijn punt wil maken en wil laten zien dat ik echt kwaad ben, hè, dat is misschien nog iets minder te zien op een avatar in het gezicht, maar dan kan ik dus wel zeggen, ja. Dit moeten we gaan doen. Moet je niet gaan lachen, het is serieus bedoeld. Dat is echt heel traag. Sorry. Maar ja, dus ook dat, hè. En als ik inderdaad denk, het duurt te lang, kan ik dat ook aangeven. En, Je kan hierin een duimpje omhoog geven. Een peace sign, je kan het bureau stampen. Oh, wow. Nu ga ik er doorheen. Er zitten nog wel wat glitches in, maar dit is ook maar de beta-versie. Er zitten nog wel wat glitches in deze ruimte, maar zodra het volledige platform is gelanceerd, zullen we dan niet meer mee te maken hebben. Je bent aan het slapen. Nee, ik ben aan het staan. Oh my god. Kijk uit voor mij. Nou, ik zal even demonstreren hoe je het bord kan gebruiken. Je kan je gewoon omdraaien, net zoals in het echte leven. Dan kan je een pen oppakken hier en dan kan je bijvoorbeeld op het bord tekenen. Je kan de afbeelding hier neerzetten. Ik zou dit hier neer kunnen zetten. En dan kan ik schrijven. Kan ik zeggen. Nee, het moet nog wel verbeterd worden hoor. Maar het begin is er. Zo. Mooi, dus ook voor brainstorm sessies zou deze ruimte al geschikt zijn. Ja, dat zou kunnen. Je zou je alles op bord kunnen tekenen. Je zou zelfs een connectie kunnen maken met
PowerPoint. Je kan je laptopscherm delen. En streamen op dit scherm. Je zou ook samen met elkaar een film kunnen kijken. En je zou Society Labs presentaties in deze virtuele ruimte kunnen houden. Ja, kan je ons meer vertellen over wat Society Labs momenteel met de Oculus doet? Ja, dat kan ik zeker. Vanuit Society Labs is het natuurlijk een hele belangrijke taak om te kijken wat kan deze technologie en wat betekent dat ook voor Society. Dus daarom zitten we hier natuurlijk ook om te ervaren wat is er nu allemaal en wat betekent dat voor Society. Maar natuurlijk doen we ook al wel wat meer met de virtuele wereld, omdat wij juist wat we met innovatie doen willen laten zien via onze showroom, fysieke showroom, maar we hebben ook een virtuele showroom. En dat is anders dan dit natuurlijk, want daar ben je alleen in de ruimte en hier werken we gewoon samen met elkaar. Dus ja, dat is weer de volgende stap. Nou Maaike, bedankt dat je er was. En tot volgende keer. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop in de toekomst veel met deze technologie te kunnen werken bij Society Labs. En tot snel. Doeg! Ja, doeg! Tot ziens, Maaike. Wij willen proberen om een VR-sessie op te zetten met zoveel mogelijk deelnemers. Of je nou een VR-bril hebt of niet. Jullie kunnen allemaal meedoen. Als je een mailtje stuurt naar het onderstaand mailadres met als onderwerp VR, dan sturen we jou de gegevens toe wanneer we dit gaan doen. Mark zal straks bij ons aanschuiven via het scherm voor ons, hè Megan? Ja, dat klopt. Hij komt via de real world aanschuiven. Momenteel even wachten tot Mark joint en dan zullen we hem op dit scherm zien verschijnen. Goedemiddag. Hi Mark, goedemiddag. Dus, Megan. Hi, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Hey Mark, jij bent nu gejoind zonder een VR-bril, zie ik. Ja, dat klopt. Gewoon met mijn laptop in de webbrowser. Je hebt van ons een link gekregen van deze VR-ruimte. Heb je nog extra dingen moeten installeren om te joinen? Nee, ik moest me even aanmelden met mijn naam. En dan kun je zo naar binnen in de room. Nou Mark, we hebben dus gehoord dat jij vanaf het begin alle Oculus-ontwikkelingen al hebt meegemaakt. Je bent er al bij vanaf de Oculus Rift. Wat zijn je ervaringen ermee? En hoe heb je het dusver ervaren met alle nieuwe ontwikkelingen die er komende gaan? Nee, ik vind, ik heb inderdaad al een tijdje in Oculus Rift. En ik vind het een geweldig tool. Ik gebruik het dan nu wel voornamelijk voor gaming. Waar het eigenlijk gewoon voor bedoeld is. Maar ja, dit soort ontwikkelingen als met elkaar in VR vergaderen is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Zeker in deze tijd waarin we weer in een lekkere corona-lockdown zitten. Dus ik vind het echt super tof. Het is mooi dat we steeds door blijven ontwikkelen. Het is niet een product dat één keer op de markt gezet is en toen een soort van dood is gebloed. Ze blijven doorgaan. Dus dat is super mooi. Wat denk je wat de toekomst brengt voor de Oculus? Nou ja, kijk, we hebben het ook al gezien dat met die Oculus Rift die ik nog heb, je hit dan een kabel aan de computer en je hebt losse sensoren, zeg maar, die staan bij mij achter mijn scherm en die zijn nodig om de bril te laten werken. Maar met een Quest bijvoorbeeld, die werkt ook al op zich. De camera zit ingebouwd in de bril. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat we misschien nog wel een stapje verder gaan. We hebben nu nog controllers vast. Misschien dat dat straks wel zo dusdanig vergevorderd is dat die gewoon je hand als controller kan zien, zeg maar. En dat je dus daarmee met een soort van virtuele controller dan in je virtual reality dingen kan besturen. Dus dat je niet eens meer iets vast hoeft te houden, maar dat je gewoon met je handen kan zeggen ik wil daarheen en dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Dat wel de volgende stap is in de technologie. We zijn al los van de computer, we zijn al los van extra sensoren. Ik denk dat de volgende stap is los van de controller. Dankjewel Mark dat je hebt willen aanschuiven. En we hopen je in de toekomst in meer virtuele ruimtes te zien. Dat hoop ik ook. Het is erg prettig vergaderen zo. Ja. Dankjewel Mark. Doeg. Dag. Oké. Okay.
Volgens mij, als ik nou, ik heb een stropdas aan, zo te zien, klopt? Ja, dat klopt. Dus ik kijk naar mijn eigen buik en ik zie een stropdas, een blauwe stropdas. Ah ja, nu kan ik ook gewoon, ik kan bij wijze van spreken, die knopjes op tafel kan ik ook bedienen, zeg maar, het scherm, mijn computer en cool. Dus, ja. Hi Joost, welkom in onze virtuele omgeving binnen Facebook Horizon. Dankjewel Bruce en Megan, leuk hier te zijn, echt ongelooflijk. En Joost, wat vind je ervan? Nou ja, ik zit hier inderdaad nu met een bril op, maar ik heb bijna exact dezelfde experience alsof ik in een normale ruimte zit. Het is echt ongelooflijk. Eigenlijk alles beweegt gewoon, net wat ik al zei, het is net echt. Als ik naar boven kijk, kijk ik door het raam, mooi glazen dak, naar de zon, naar een mooie blauwe lucht. Het is een mooi kantoor in Vianen, maar dit uitzicht is nog veel vrijer in de bergen. Met inderdaad een meer en wat pittoreske huisjes op de achtergrond. Erg mooi. Kinderen vinden het ook heel erg leuk. Hebben jouw kinderen al ervaring met deze techniek? Ja, we hebben twee dochters van 13 en 15. En die zijn ook al echt wel van de... Het aannemen van de laatste technologieën, die doen natuurlijk eigenlijk alles op hun telefoon en iPads en dat soort zaken meer. En ze hebben inderdaad, vooral de jongste is al heel erg daarmee bezig. Het is ook een Google Cardboard, niet zo geavanceerd als wat wij nu hebben. Maar ze was laatst bijvoorbeeld ook mee naar de e-sports finale. Heeft ze nog met onze collega Britt, die als data engineer werkt. Die is ook echt een VR gamer. En dus heeft ze daar nog in Alphen aan den Rijn heeft ze staan spelen, zeg maar, met VR en dat soort zaken meer. Dus was echt, dus zij hebben daar zeker interesse in. Welke toepassing heeft VR voor Society? Ik denk dat VR zeker gebruikt gaat worden om bijvoorbeeld, en dat wordt denk ik ook al wel gedaan, hè? Ik bedoel, wij helpen bijvoorbeeld met klanten om bijvoorbeeld engineers te trainen. Ik bedoel, dat je, waarom zou je een vliegtuig aan de grond houden om te oefenen, terwijl je het ook in een virtuele wereld kan oefenen, kan het vliegtuig ondertussen gewoon vliegen. Dus dat is, en dat soort sessies kun je natuurlijk heel goed, denk ik, via VR doen. Denk jij ook dat Society Labs in de toekomst meer VR-projecten zal adopteren, waarin we meer experimenteren met toepassingen en dan een volledige Society VR-wereld kunnen lanceren, als dat je leuk lijkt? Ja, dat lijkt me niet alleen erg leuk, Megan, maar het is, ik denk zelfs gewoon noodzakelijk. Ik bedoel, als je ziet, vanuit Labs doen we hartstikke mooie dingen, nu al. Zijn we daar nu 1,5 jaar mee bezig. In een coronatijd, dus ik hoop ook eigenlijk dat als we toch weer eens een beetje naar een normaal toe gaan, we hier nog veel meer mensen bij elkaar brengen, want dat is denk ik ook de kracht van dit fysieke lab wat we met elkaar hebben. Het is niet alleen maar dat hier de spulletjes zijn, maar ook echt de omgeving om met creativiteit bij elkaar te komen. Ja. En daarin denk ik dat we met elkaar heel veel toepassingen kunnen verzinnen. Voor onze klanten om VR in te zetten bij onze klanten. Hè. Of dat nou in de energie- en utilitiesmarkt is, of misschien zelfs gewoon bij een bank, of dat we voldoende toepassingen zien, nagelang ook waar in dit geval Facebook al mee bezig is, maar ook andere partijen dit ook echt toe te passen bij klanten. Joost, bedankt dat je jouw eerste ervaring met het VR-vergaderen in de Metaverse met ons hebt willen delen. Ja, dankjewel dat je er was. En we hopen in de toekomst je nog een keer te kunnen zien in de nieuwe ruimte, wanneer die volledig gelanceerd is. Dankjewel. Ik vond het heel erg leuk om hier te zijn. Om op deze manier ook onderdeel uit te maken van deze mooie virtuele ruimte. En ik zou ook wel eens een keer echt willen werken op deze manier. Dus kijk er naar uit. Ja. Dankjewel allebei, Megan en Bruce. Graag gedaan. Yes, dank je. Bedankt voor het kijken naar ons filmpje over de Metaverse. Nogmaals, heb je interesse om een VR-meeting bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar het onderstaande e-mailadres met als onderwerp VR. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot ziens.